Kunnen jullie het laatste applaus geven aan onze staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker? Oh, 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 oh! Ik geef toe, ik kan het niet meer. Ondanks het feit dat ik gisteravond, na 15 jaar, mijn basgitaar weer heb gepakt. En voor vandaag hard heb staan oefenen. Maar ik wilde dit moment misbruiken om tegen mijn vrienden te kunnen zeggen dat ik op Lowlands heb gespeeld. Dat was namelijk vroeger mijn grote droom. Ik speelde met vrienden in een band. Wij noemden ons Count Zero, naar het boek van William Gibson. En je weet hoe dat gaat als je een jongen van 18 bent. Je denkt de wereld over te gaan, beroemd te worden, te spelen voor uitzinnige menigtes. En natuurlijk in het bijzonder voor de gillende meisjes op de eerste rij. Yeah. Welkom. Maar het is er niet van gekomen. Misschien hadden we er hard aan moeten trekken. Ik wijd het voor mezelf gewoon aan een gebrek aan talent. En talent is waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. De waarde van talent. En dat gaat uiteindelijk iedereen aan. Jullie kennen misschien wel dat gevoel van geluk of de kick die het geeft als je ergens goed in bent. En anderen dat ook opmerken. Of dat je na heel erg lang werken en oefenen boven jezelf uitsteekt en boven jezelf uitstijgt. Ik denk dat als je vandaag of morgen praat met veel van de artiesten hier op het festival, met stoere mannen van Triggerfinger of een fenomeen als Stromae, dat je dat ook hoort. Ik las een heel mooi interview in het NRC van de week met de frontman van Fink. Die spelen hier morgenmiddag. En die zei, op Lowlands stijgen wij boven onszelf uit. En hij dankte dat vooral ook aan jullie, aan het publiek van Lowlands, wat hij noemde jullie hongerige wolven, roepend om meer, opzwepend. En ik denk dat we dat ook wel zien op andere terreinen, misschien in iets andere vormen. Neem bijvoorbeeld de wetenschap. Robert Dijkgraaf, ik denk dat jullie hem wel kennen, de Stromae van de wetenschap. Iemand die bezig is met de meest ingewikkelde wetenschappelijke vragen over de ontrafeling van het heelal, maar die dan ook nog eens een keer in staat is om dat op zo'n manier uit te leggen dat jullie en zelfs ik dat ook begrijpen. En als hij openbare colleges geeft, dan hangen daar ongeveer 1,5 miljoen mensen aan zijn lippen. Je ziet het ook bijvoorbeeld in de sport. Ik weet niet of jullie dat gisteren op de camping hebben meegekregen, maar Daphne Schippers, die eerder deze week een gouden plak haalde op het EK atletiek op de 100 meter, heeft dat gisteren nog een keer gedaan. Op de 200 meter sprint. 22 jaar, fantastisch, opgezweept door het publiek in het stadion. En ik denk dat we dat bewonderen. Jullie bewonderen het, ik bewonder het en het maakt ons trots. Nu is er in Nederland iets geks aan de hand. Als het gaat om muzikanten, sporters, wetenschappers, artiesten, dan dragen we die op handen, dan hijsen we die op het schild. Maar in de klaslokalen en de collegezalen van Nederland, eigenlijk toch wat je zou mogen verwachten dat de kraamkamer is van talent, waar ambitie wordt gekoesterd, gebeurt dat nog veel te weinig. We zijn in Nederland vooral heel erg goed in het binnenboord houden van de meest kwetsbare leerlingen, in het wegwerken van achterstanden, in het bestrijden van uitval op school en in de studie. En ik vind dat heel veel waard. Sterker nog, dat doen we zo goed dat niemand ons dat nadoet. En dat is een groot compliment waard. Iedereen die in het onderwijs verdient daarvoor een pluim. Maar de keerzijde van die traditie is dat heel veel leerlingen die meer in de mars hebben, die meer aan kunnen, die soms een voorsprong hebben of met kop en schouders boven de rest uitsteken, dat we die overlaten aan hun lot. Vaak een beetje onder het mom van, die komen er wel op eigen kracht, maar met verveling tot gevolg. En wie dan toch doorzet, maakt zich ook vaak niet populair. Ja, als je goed bent in gym, dan heb je wel veel vrienden. Maar op heel veel
andere vlakken is het zo dat ambitie wordt gezien als een beetje arrogant. Of excelleren als toch vooral iets elitairs. En uitblinkers, uitslovers, nerds. Het gevolg? Nou, misschien als je het positief zou willen brengen, kun je zeggen dat nergens ter wereld het verschil tussen de sterkste en de zwakste leerlingen zo klein is als in Nederland. En volgens sommigen is dat een verdienste, omdat we zo erg goed zijn in het opkrikken van die onderkant. Volgens anderen is het een doel op zich, om de verschillen tussen jongeren zoveel mogelijk te verkleinen. Maar ik zie dat anders. Ik zie te veel jonge mensen die het veel minder goed doen dan zij zouden kunnen. Ik zie te veel jonge mensen die gefrustreerd raken door een gebrek aan uitdaging. Ik zie te veel jonge mensen die zich vervelen en die hun talenten eigenlijk onbenut laten. En die dat gevoel van geluk en dat gevoel van energie, van als je talenten worden herkend en erkend en als je geholpen wordt om boven jezelf uit te steken, eigenlijk dagelijks moeten missen. Ik heb niet de indruk dat we ons dat kunnen veroorloven in Nederland. We zijn toch een land wat het moet hebben van kennis, van groei en niet van rijkdom in de grond, van olie en van gas. Maar ik vind het vooral dat we deze leerlingen daarmee tekort doen. Dat zij eigenlijk niet het onderwijs krijgen waar zij recht op hebben. En ik schaam mij soms wel een beetje als ik zie dat onze beste leerlingen het zoveel minder goed doen dan heel veel leeftijdsgenoten in de landen om ons heen. En niet alleen maar de landen om ons heen in Europa, ook veel minder goed dan bijvoorbeeld in landen als Azerbeidzjan en Kazachstan. Kwam Borat daar niet vandaan, dat laatste land? Er is nog veel werk aan de winkel, zou ik zeggen. Ik vind Nederland een prachtig land. We leven in een van de rijkste landen ter wereld. En ik vind als je in zo'n welvarend land leeft, het niet meer dan normaal dat niet alleen een deel van de leerlingen, maar alle leerlingen de kans krijgen om zich te ontwikkelen, om zich te ontplooien, om hun talenten te ontwikkelen. En ik ben heel erg blij dat er steeds meer leraren en leraren zijn die dat ook vinden. Maar ik geloof niet dat dat genoeg is. We kunnen dat ook niet alleen op hun bordje leggen. Daarvoor is het te ingewikkeld. Net zo min als dat ik denk dat ik het kan oplossen 1, 2, 3 met meer geld of met regels vanuit Den Haag. Daarvoor zit dit probleem misschien wel te diep in onze genen en gaat het ook verder dan het onderwijs alleen. Meneer Dekker. Ik kom tot een afronding. Dit is iets wat ons allemaal aangaat. Leerlingen, mij, leraren, ouders, maar in zekere zin ook jullie. En ik zou willen afronden met een hele eenvoudige oproep. Wees ambassadeur van talent. Wees onbescheiden over je eigen talenten. En geef de talenten van anderen, net zoals jullie dat dit weekend hier op Lowlands doen, een podium. Zet ze in de spotlights en geef ze een daverend applaus. Nou, en ja, ja, en geef onze staatssecretaris een daverend applaus.